De export van groenten, boulanger, peper, bitaviri en antroa, die sinds 15 juni is stopgezet, zal na evaluatie weer van start gaan. Minister Pralat Seldin van Landbouw, Veeteelt en Visserij streeft ernaar om de export in oktober weer mogelijk te maken. Dit zal alleen kunnen wanneer bepaalde hervormingen zijn doorgevoerd om de insecten die deze groenten aantasten te bestrijden. Een van deze hervormingen is het trainen van de controleurs die de boeren op het veld moeten begeleiden. Daarnaast verricht het ministerie ook onderzoeken. We moeten proeven uitzetten op het veld om te kijken van waar die insecten waar het om gaat in grote mate voorkomen. Dat kun je vergeten voorlopig. Maar je kunt wel de boeren begeleiden met hun de know-how te geven van luister, spuit hiermee of behandel het zus of zo, om dan wel te kunnen voldoen aan die normen voor de export. Twee, we gaan over het hele land gaan wij wat we noemen die trial spots gaan we opzetten. En dan gaan we die planten daar in de grond zetten en kijken of die insecten daar voorkomen. Wat we nu al zien is dat in Kommerwijnen, maar het oostelijk deel, dat die insecten daar nauwelijks voorkomen. Aan de overkant van de Kommerwijnenrivier heb je Allianz. Tot nu toe heb ik daar geen enkel van die insectspot. Dan zeg ik van luister, dan beginnen we daar te planten. En dan krijg je zo'n gebied toestemming om te exporteren. Terwijl we werken aan die andere zaken, richting een Saramaka, Quata, noem maar op. Dus zo is een heel traject uitgestippeld welke wij dienen na te komen. De bewindsman geeft ook aan dat de herstart van de export van deze groenten pas na evaluatie mogelijk zal zijn. In de tussentijd werkt het ministerie eraan om de kwaliteit van boulanger, peper, bitaviri en antroa te verbeteren. We hebben toen afgesproken van we gaan nu de maatregelen treffen zoals ik eerder aangaf. Na 3 maanden gaan we het evalueren en 5 weken is al voorbij. En we zijn nu druk bezig. Ik gaf al aan van die trainingen lopen. Maar ook onderzoek loopt. Na 3 maanden gaan we evalueren, kijken hoe ver we zijn. Zijn we al zover dat wij het weer kunnen toelaten? Of moeten we nog een maandje doorgaan? Weet je dus? Dat zijn zaken die we moeten blijven volgen. Maar de evaluatie komt nu, zeg maar, over 2 maanden. De training aan de controleurs van het ministerie is 2 weken geleden begonnen.